Goedenavond, dit is het TV Enschede Nieuws van maandag 26 september. Met vandaag succes voor het Solar Team Twente en de geschiedenis van het Zuiderspoor in een muurschildering. Maar eerst, op de luchthaven Twente is vandaag Space 53 gelanceerd. Het eerste testcentrum voor drones in Nederland. Voortaan worden op het luchthaventerrein allerlei testen uitgevoerd met drones en andere zogeheten onbemande systemen. Een van de bedrijven die je gaat testen is het Finse Nokia. Wij willen allerlei dingen testen die we momenteel niet kunnen. En de allerbelangrijkste is dat we willen testen wat er gebeurt met onze systemen op het moment dat we heel ver weg vliegen. Uiteindelijk is er vraag om onze systemen die tot wel 20 of 30 kilometer ver weg kunnen vliegen. Momenteel mogen we dat niet in Nederland. We mogen het ook niet testen. Dat gaan we mogelijk maken hier bij Space 53. En dan kunnen we ook hier testen hoe onze systemen zich gedragen als wij verder weg gaan vliegen. Het is mijn afstudeeropdracht om een zwermopdracht te doen met deze drones. Dus dat zijn van dit soort drones en de truc is om ze dus elkaar te laten zien en dat ze volledig autonoom elkaar kunnen detecteren en dan ook een veilige afstand van elkaar kunnen houden. En dat doen we dus met de camera die voor in de drone zit en die rode bal. Die kunnen ze zien van elkaar en dan kunnen ze inschatten hoe ver ze weg zijn. En op basis daarvan kunnen ze dus samen als een groep kunnen ze opdrachten uitvoeren die voor één drone individueel niet te doen zijn, maar die voor een hele groep wel gewoon gedaan kunnen worden. We willen ook gaan kijken of we drones kunnen inzetten in onze stad. Dan gaan we het eerst hier uitproberen op de luchthaven. En als het hier een beetje werkt, dan gaan we het verder uitproberen op de universiteit. En als het daar nog beter werkt, dan kunnen we het ook echt in een gewone normale omgeving in de stad gaan uitproberen. Je kunt met drones nu bijvoorbeeld, we hebben net al even verteld, zou je pizza's kunnen gaan bezorgen. Dat is een beetje een grappige variant, natuurlijk ook pakketjes bezorgen. Je kunt inspecties doen, je kunt veiligheid, je kunt met een camera kijken of alles veilig is. Brand, toepassing voor de brand, heeft de brandweer nu ook al in Enschede. Als er een brand is, hangt er een drone boven en die kijkt waar de brand ontstaan is. Dus er zijn heel veel toepassingen. We kunnen zelfs een paspoort gaan bezorgen met een drone. Hier in deze omgeving, dus op Space 53, kun je het echt ook in een nog niet veilige omgeving testen. Want als het hier een keer fout gaat, is het niet zo erg, want hier hebben we de ruimte. Hier staat een hek omheen, hier mag niet iedereen naartoe. Dus hier kun je dingen uitproberen die je ergens anders niet kunt uitproberen. Dit is een enorme kans voor Twente en voor Enschede om echt mee te doen in de toekomst. Op een moment dat nog niet alles is geregeld. Het is wel heel hard werken voor ons, maar we hebben heel veel in huis met onze universiteit, met onze ondernemers, de techniek is er. Maar Nederland moet nog een beetje beter worden in de regelgeving en ruimte geven voor, zoals we dat noemen, een experimenteerartikel. Dat je niet voor iedere drone, ieder testje weer een vergunning hoeft aan te vragen, maar dat je gewoon mag zeggen, in dit gebied mag je het gewoon proberen. En dat zou hier moeten wezen. Dringen geblazen voor treinreizigers tussen Enschede en Münster. De treinen die daar normaal gesproken rijden zijn niet beschikbaar vanwege een grondige inspectie. Dat meldt de Westfälische Nachrichten. Het vervoersbedrijf zet treinstellen uit een andere regio in, maar daarin kunnen minder reizigers mee dan in de gebruikelijke treinen. De problemen zijn naar verwachting in december verholpen. Het Solar Team Twente heeft gisteren tijdens de European Solar Challenge in het Belgische Zolder een Tesla verslagen. Bij de wedstrijd reden zonneauto's van over de hele wereld en een elektrische auto van Tesla 24 uur achter elkaar over een circuit. De zonneauto van het Solar Team Twente legde in die tijd de meeste rondjes af en versloeg dus naast alle andere zonneauto's ook de Tesla. Het Solar Team Twente reed met hun auto de Red One, die bij de vorige World Solar Challenge in Australië tweede werd. Volgens raceleider Lars Klein ging het er bij de race van gisteren om zo tactisch mogelijk om te gaan met de beschikbare energie. Het team mocht twee keer bijladen en voor de rest moesten ze het doen met zonlicht. 3 weken lang is er hard gewerkt aan een historische muurschildering aan de Holskotelande, op de plek waar het voormalige Zuiderspoor liep. Kunstenaar Sanna Krom zette de geschiedenis van dit spoor neer en vrijdag wordt de muurschildering onthuld. Ten eerste ging het erom om de kastjes te laten schilderen. Daar had ik geen idee bij om die kastjes te laten schilderen. En later groeide dat idee naar wat groters toe. En om vooral een goede zichtlijn te hebben hier vanaf de Buurse straat, ik denk dan moeten we ook iets doen met die achtergrond. Want de wijk die hier waar we wonen nu, dat vond ik interessant om die geschiedenis te laten zien.
Deze muurschildering vertelt in beeld het verhaal van de stad Enschede. En vooral hoe die terecht is gekomen in het midden van de industriële revolutie. Als je ziet verbeeld de nijverheid, hoe het begon. Boeren die bijverdienen met weven, hun eigen kleren weven, maar het ook gaan verhandelen. Maar dan wordt die stoommachine uitgevonden en barst de industriële revolutie los. Met alle gevolgen van dien. En het is hier verbeeld in de spoorlijn die de brandstof aanvoerde voor de fabrieken. Die steeds talrijker werden en steeds meer brandstof nodig hadden. En u heeft een schildering met olieverf gedaan. Waarom heeft u daarvoor gekozen? Ja, die keuze heb ik gemaakt in, ik denk, 1990, toen ik het voor het eerst uitprobeerde. En in al die jaren ben ik zo gewoon geraakt met de technieken, met het materiaal, dat ik daarin het beste uit de voeten kan. Nou, we hebben regelmatig hier in Enschede het Kunst in het Volkspark. En daar heb ik verschillende kunstenaars ontmoet. Ja, op een gegeven moment kwam iemand naar mij toe die zei, ja, je moet eens maar zonder krom gaan kijken. Dan moet je eens even contact mee opnemen. Nou, dat heb ik gedaan. Ik was gelijk enthousiast. Het was bezig met een kunstwerk ook, over de krimp. En dat was zo bijzonder dat ik zei, nou, haar moeten we hebben. Haar moeten we gebruiken voor dit mooie kunstwerk. Dan nog het weerbericht. Vanavond en vannacht koelt het af naar 7 graden. Morgenochtend kan er mist ontstaan, maar aan het eind van de ochtend komt de zon erdoor. 'S Middags wat lichte bewolking en het wordt maximaal 22 graden. Woensdag meer bewolking en maximaal 21 graden. Tot zover het TV Enschede Nieuws van maandag 26 september. Nu het NOS Nieuws in 60 seconden en daarna het veld op. Nog een hele fijne avond en graag tot morgen.